Welkom bij deel 4 van het online jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. We zoomen hierbij in op kinderen op de vlucht. Mevrouw de kinderrechtencommissaris. Corona en de eerste lockdown, ja, die maakte mensen zonder papieren en zonder woning nog extra kwetsbaar, denk ik. Absoluut. Bovendien hebben we ook vastgesteld dat de dienst Vreemdelingenzaken half maart de registratie van asielaanvragen gewoon tijdelijk volledig stopgezet heeft. Het aanmeldpunt in het Klein Kasteeltje ging dicht, het Maximiliaanpark ging dicht. En dat had echt immense gevolgen voor die groep mensen op de vlucht zonder papieren. Zij hadden geen vaste ontmoetingsplaats meer waar ze elkaar konden vinden, waar ze informatie konden vastkrijgen. Resultaat is dat ze geen registratie konden doen van hun asielaanvraag. En nog veel erger natuurlijk, ze hadden geen opvang en heel veel mensen doolden op de straat. Begin april is men dan overgegaan tot online registratie van asielaanvragen. Maar ja, online, stel u voor, dat is een zeer, zeer hoge drempel voor mensen die heel dikwijls de taal niet spreken. Voor mensen die heel vaak ook geen toegang hebben tot het internet. Terwijl eigenlijk ja, uw recht op opvang en asiel een basisrecht is. Hè? Ja. En het is eigenlijk nog maar sinds een paar weken dat het opnieuw mogelijk is om fysiek een registratie te doen van uw asielaanvraag. Ik begrijp het goed dat ze eigenlijk gewoon geen opvang kregen. Dat klopt. Het duurde ook veel langer vooraleer hun asielaanvraag goed en wel geregistreerd was. Mm-hmm. En eigenlijk, vanuit VEDASIEL was ook de boodschap opvang krijg je pas nadat de registratie rond is. Mm-hmm. Dus resultaat, heel veel mensen die eigenlijk geen opvang hadden, geen dak boven het hoofd hadden, terwijl volgens de opvangwet in principe elke asielzoeker recht heeft op opvang zodra dat hij dat kenbaar maakt. Dus ja, dat was toch een groot contrast. Ja, dat is waar. Maar de NGO's, gelukkig in het hele middenveld, heeft wel meteen aan de alarmbel getrokken. Hè? Gelukkig. En die hebben eigenlijk veel meer gedaan dan aan de alarmbel trekken. Hè. Ja. Die zijn echt de straat opgegaan. Die hebben echt mensen, allez, kinderen, jongeren en gezinnen opgespoord. Die zijn die gaan zoeken. Die wisten dat heel veel mensen geen opvang hadden, geen dak boven hun hoofd hadden. Maar je mocht niet op straat komen, je moest in je kot blijven. Er was een avondklok. Dus ook die NGO's die hadden een hele grote bezorgdheid uiteraard over die groep mensen. En die wisten ook dat de mensen die niet terecht konden in de opvang die ze zelf organiseerden, van die NGO's, dat die effectief op straat belanden. Ja. In geen hygiënische omstandigheden. Wat in een coronacrisis nog veel erger is natuurlijk. En minderjarigen die ook geen opvang hebben, die geen dak hebben boven hun hoofd, ja, die dolen op de straat met alle gevolgen van dien, met ook risico's voor hen om het slachtoffer te worden van mensenhandel, bijvoorbeeld. Ja. Laten we even naar een getuigenis kijken die voorgelezen wordt door Christel Verbeke. Een jongen van 16 uit Afghanistan vroeg online asiel aan. 3 weken later had hij nog altijd niks gehoord. 16 jaar. Iemand hielp hem om het aanvraagformulier nog eens in te vullen. Toen verscheen op zijn smartphone dat zijn formulier doorgestuurd was naar de dienst Vreemdelingenzaken. Daar zeggen ze dat de jongen zich geen zorgen hoeft te maken, ook al had hij geen bevestigingsmail gekregen. Zijn online formulier zou wel goed aangekomen zijn. Of hij kon het nog eens opnieuw proberen. Dat voor alle zekerheid toch nog eens gedaan met een andere gsm. En toen kreeg hij wel een bevestigingsmail. De boodschap op zijn eigen gsm dat zijn formulier met succes doorgestuurd was, klopte gewoon niet. Ondertussen had die jongen 3 weken op straat geslapen. 16 jaar. Ja, wat een verhaal, mevrouw de commissaris. Dus ze gingen ervan uit dat ze geregistreerd waren, maar dat was dus niet het geval. Nee, dat klopt. En dan nog kreeg men eigenlijk meestal niet onmiddellijk opvang, want men moest wachten op een fysieke aanvraag vooraleer dat die registratie effectief kon gefinaliseerd worden, vooraleer dat dat rond was. En dat kon echt weken en weken duren. Heel veel mensen die eigenlijk online ingediend hadden, hadden op half mei nog altijd geen opvang. Men heeft naar die cijfers gekeken. 1 op de 3 had op dat moment nog geen opvang. En ook moeten we zeggen dat eigenlijk begin juli er nog steeds meer dan 700 asielzoekers, ook gezinnen met kinderen, eigenlijk nog steeds op straat stonden. Ja, nu, gezinnen met kinderen, minderjarigen, het is toch een fundamenteel recht dat hier geschonden wordt? Zeker en vast. Zij zijn sowieso een kwetsbare groep. Wat we vastgesteld hebben, is dat men eigenlijk zelfs een onderscheid begon te maken tussen kwetsbare minderjarigen en extra kwetsbare minderjarigen. En die extra kwetsbare, dat was dan tot de leeftijd van 15 jaar. Wat eigenlijk resulteerde in de praktijk in situaties waarin plus 15-jarigen,
jongens, meisjes van 16, 17 jaar, eigenlijk geen opvang meer kregen. Wij hebben zo een melding binnengekregen over twee niet begeleide minderjarige vreemdelingen die eigenlijk door de politie in Antwerpen op straat gevonden zijn, al slapend op een bankje. De politie heeft hen naar de daklozenopvang gestuurd. We hebben die melding onderzocht en wat bleek? Dat ging over twee Marokkaanse jongens, een jongen van 15 jaar en een jongen van 16 jaar, die eigenlijk samen wilden blijven en daardoor op straat beland zijn, omdat die 16-jarige geen opvang kon krijgen. Ja, ook niet begeleide minderjarige vreemdelingen in de opvang hadden het zeer zwaar, hè? Door de coronamaatregelen, maar ook door hoe het er soms ook zonder corona aan toe gaat natuurlijk, hè? Want dat mogen we niet vergeten. Voilà, je bent op bezoek geweest naar een Rode Kruiscentrum? Ik ben op bezoek geweest in het Rode Kruiscentrum in Alsenberg. Ik heb daar met 10 kinderen en jongeren gesproken. Ik was daar echt ook wel heel erg door geraakt. Heel interessant was dat mij allemaal wisten te vertellen over die coronaperiode die zij meegemaakt hebben in dat asielcentrum. De jonge kinderen die hadden nog wel hun speelkameraden, om het zo te zeggen, in het asielcentrum. Die speelden dan bijvoorbeeld voetbal en dan verstopten ze snel de voetbal als de begeleider voorbij kwam. Dat hebben ze mij verteld. Of die vonden allemaal spelletjes uit die coronaproof waren. Iets met de voeten, maar dan dat ze elkaar niet moesten aanraken. Ik heb ook met veel jongeren gesproken. Voor hen was het eigenlijk wel veel moeilijker. Zij konden niet meer buiten komen. Voor hen was het echt zwaar, toch wel veel verveling. Gebrek aan sociaal contact, ja. Je bezocht ook nog een opvangcentrum van Fedasiel. Daar ontmoet je onder andere Ali. Ja, Ali. Een heel fijne ontmoeting. Hij wou ook na het bezoek nog met mijn collega Michael en mij even napraten. Ja. Oké, zullen we even met hem bellen? Ja, heel fijn. Oké. Ali, hoor je ons? Goedemorgen. Welkom bij het online jaarverslag. Welkom dat je met ons wilt praten. De kinderrechtencommissaris die gaat jou een aantal vragen stellen. Ja. Dag Ali, hoe gaat het nu met jou? Goed, met jou. Heel goed. Ali, kan je ons misschien even vertellen wat er eigenlijk voor jou het meest moeilijk was tijdens de periode van de lockdown? In de eerste lockdown was heel moeilijk. Dat de regels is heel streng. Ja. En we kunnen echt niks doen. Geen activiteiten, geen met de vrienden samen buiten wandelen. Of binnen zo veel groepjes, dat mag ook niet. En we zitten gewoon thuis en geen... maar huiswerk, dan kreeg ik dat via post. Maar dat van mij helpt ook niet om binnen heel de dag zo een tijd te verliezen. Mm-hmm. En het was heel moeilijk. Moeilijk om zoveel binnen te blijven, hè? Begrijp ik. Ja. Ja. Nu zitten we eigenlijk opnieuw in een soort van lockdown-situatie. Mm-hmm. Het openbaar leven ligt toch opnieuw weer wat lam. Hoe voel je je nu op dit moment? Op dit moment, deze lockdown, ik vind dat niet zo streng zoals vorige keer. Ik vind dat beter. Omdat we echt niks doen. Mm-hmm. Maar deze keer wel, we mogen naar school, we mogen misschien een beetje buiten. En sommige winkels zijn wel open. En de vorige lockdown, ik vind dat meer erg dan deze lockdown. Dus het is voor jou toch iets gemakkelijker om te dragen op dit moment dan? Ja. Oké. Ali, toen ik bij jou op bezoek was in het asielcentrum, heb je mij ook verteld over dat niet altijd even evident is voor u, hè? Om daar te verblijven, dat je daar toch wel wat moeilijkheden hebt soms. Kan je ons daar nog eens iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Wat de moeilijkheden is, dat we geen nachtbegeleider hadden en dat... S'nachts hadden we heel veel lawaai binnen onze gang en dat helpt niet om te vroeg wakker worden om naar school te gaan. Mm-hmm. De begeleider hebben heel veel gevraagd om nachtbegeleider, maar daar komt altijd geen antwoord. Ali, daarnet waren we met jou aan het bellen en viel je even weg door de internetverbinding die onderbroken werd. Lukt het voor jou om op internet te kunnen gaan zonder problemen? Hoe zit het met de wifi-verbinding in het centrum? Ik heb vorige keer toch verteld dat we hebben geen echte wifi binnen onze kamers. Of waar kunnen we echt
zitten. We hebben alleen maar één plaats, daar kunnen we wifi verbinden. Maar door de coronamaatregelen, daar wordt het ook dicht. Dus we staan gewoon maar buiten, 's nachts of zo. We staan gewoon buiten om wifi te verbinden. En we hebben heel veel gevraagd om wifi en onze aanmaken te maken, maar daar wordt het een negatieve beslissing nog altijd. Ja. Dus eigenlijk heel weinig mogelijkheden om op internet te gaan, als ik het goed begrijp, hè? Wat toch heel belangrijk is, hè? Ja. Oké. Heel goed, Ali. Ik wil jou enorm bedanken voor jouw getuigenis vandaag, het feit dat je erbij kon zijn. En ik wens jou nog heel veel goede moed de komende maanden. Doe dat goed daar. Dank je. Dag, Ali. Ja, prachtige kerel, Ali. Toch niet evident zo, opgroeien in een opvangcentrum. Nee. Oké, Caroline. Welke lockdownlessen wil het kinderrechtencommissariaat nu eigenlijk meegeven aan het beleid? Ja. Voor kinderen op de vlucht vind ik het echt heel belangrijk om te zeggen dat we die kinderen, die jongeren, die gezinnen met kinderen echt niet mogen vergeten. Zij zijn eigenlijk de meest kwetsbare groep in onze samenleving. We moeten ten alle tijd ervoor zorgen dat die mensen echt wel dat recht op asiel, dat recht op opvang, dat zij dat hebben, dat dat gegarandeerd is. Daarom ook mogen we zeker geen extra drempels opwerpen in de toekomst, zoals een online registratie. Een fysiek loket moet voor deze kwetsbare groep echt altijd open blijven. En ja, ik wil graag nog toevoegen ook aan wat we al verteld hebben, dat het ook voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien, toch een heel moeilijke periode geweest is. Ouders staan onder financiële druk. We hebben vandaag geen tijd om daar dieper op in te gaan. Maar corona zet echt wel het recht op menswaardig wonen van heel wat kinderen en jongeren in ons land, in Vlaanderen, ook echt wel onder druk. Er werden tijdens de eerste lockdown wel heel wat maatregelen genomen om te vermijden dat gezinnen uit huis gezet zouden worden. Recent heeft Brussel opnieuw een moratorium uitgesproken op uithuiszettingen. En ik wil benadrukken ook vandaag dat we hopen dat Vlaanderen snel zal volgen. We hopen het allemaal met jou mee. Beste kijker, blijf nog even bij ons, want zo dadelijk focussen wij op gezin en vrije tijd. En dan verwelkomen we de minister van Jeugd, Benjamin Dalle. Tot zo dadelijk.